René, jij doet ook allerlei andere dingen daarnaast, begrijp ik. Natuurfilms? Nou, ik zou je zeggen, joh, ik had me laten strikken om een natuurfilm in te spreken. Maar een echte natuurfilm, hè? Een echte natuurfilm. Niet die van Dikke Leo. Maar ik kreeg dus alle teksten thuis. Ja. Nou ja, dat waren teksten. Ja, daar kon ik echt niks mee. Nee? Nee, dat waren vogels die kwamen van 7000 kilometer afstand hier naartoe vliegen. Mm-hmm. En die bouwden dan zeg maar in 2 weken een nest. Dat werd dan ook weer in 3 weken afgebroken, waardoor ze dan weer door... Dus ik zeg tegen die vrouw, zeg, mevrouw, ik hoop toch niet dat u denkt dat ik dat uit mijn hoofd kan leren? Mm. Maar dat dacht ze wel. Okay. Dus ik zeg, nou, dat gaat mij niet lukken. Ja, maar bij Videoland, ze zijn niet makkelijk daar. En u heeft er ook voor getekend. Nou, achteraf hebben ze het dan op behang geschreven. Dus achter de camera stond een vrouw met zo'n ding, met zo'n heel groot stuk behang, mm-hmm, waar al die lappen tekst op stonden. Ja, die had ik nooit uit mijn hoofd kunnen doen. Nooit. Maar leg mij even uit, hoe zijn ze bij jou terecht? Ja, geen flauw idee. Nee. Ik heb geen flauw idee, want ik was... Chantal Jansen had dat bedacht. Ja, dus ik dacht eigenlijk, 10 minuutjes, kwartiertje klaar. Maar ik ben de hele dag bezig geweest met inspreken. Maar op zich is dat niet erg. Maar die vrouw zei, er gaan vast meer mensen kijken omdat jij het inspreekt. Ik zeg, nou, dat idee, dat heb ik niet. Nee, maar... Want ik bedoel totaal niet. Er zit dus geen link. Luister, ik ben er nou echt gewoon zat. Ja? Abonneer je op dat YouTube-kanaal of je gaat in een zak en mee naar Spanje. Ik ben er nou helemaal klaar bij. Abonneren. Domme.